Corrie Brok overleden, 83-jarige leeftijd, in het journaal gisteren, en dat heeft Kees-Jan Emmer net ook in het mediaforum gezegd, niet meer dan een snipper. Mm-hmm. En dat vond ik echt eigenlijk te gek voor woorden. Krankzinnig, weinig aandacht voor een vrouw die in de jaren 60 met name zeer succesvol was. Ze won in 1957, net als toen, dat is al door iedereen gememoreerd. Dat was in de tijd dat het Songfestival nog geen klapkauwgom was. Ze is geboren in Breda, ze heeft een rot jeugd gehad met een vader die veel dronk en die een foute keuze maakte in de Tweede Wereldoorlog. En dat is misschien ook wel een verklaring voor de passie waarmee ze kon zingen, de pijn die eruit moest en de rollen die ze kon spelen door in de huid van een andere vrouw te kruipen. Haar komt toe het eerste emancipatoire lied te hebben gezongen van Nederland. Mijn Ideaal uit 1962, een lied van Charles Aznavour, vertaald door Jip Veldman. Maar die Jip Veldman, dat was een pseudoniem voor Jacques van Tol. En het pikante is nu, dat was de spook schrijver zoals Henk van Gelder en Jacques Kleuters hem noemden. Jacques van Tol was ook fout in de oorlog. En toch zong Corrie Brokke van hem die tekst die als volgt klinkt. Eens was je geestig en ad rem. Nu praat je enkel van tantiem. Thuis maak je ruzie om een cent. Maar in je club de vlotte vent. Daar komen vrienden naar je zin. Met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog. Maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoure, de Jean Premier op zijn retour. Ja, echt een hele goede tekst. Samen met Het is over van Connie Stewart en Ik ben gelukkig zonder jou van Connie van der Bos luidde dit lied een verandering in de rol van de vrouw in het Nederlandstalige lied. Corrie Brokke, ze woonde in hetzelfde dorp als ik. Ik kwam haar nog wel eens tegen. Buitengewoon aardige vrouw. Groot verlies. En een ster van de jaren 60 is Nederland ontvallen. De grootste ster ook van de jaren 60.